Forza. Vanuit de gemeente Papendrecht zijn we op visite bij Niek Blokland. Welkom in P4 Waar en Wijs. Dankjewel. De aanleiding is dat jullie een winnaar van de Gold Award zijn. Jullie hebben een prijs gewonnen voor... Ja, we hebben jaarlijks hebben we de horecaprijzen in Nederland. Ja. En dan kunnen de gasten die kunnen stemmen in een bepaalde categorie. Dat kan bij een restaurant zijn. Wij zijn dan als Grand Café in de categorie Café Bar. Ja. En dan kunnen de mensen plaatselijk aangeven wat ze de leukste gelegenheid in Papendrecht vinden. Ja. En we voor het vierde jaar op rij hebben we weer gewonnen. Dus voor de vierde keer? Voor de vierde keer, ja. Ja, daar zijn we heel trots op. Ja, want er is best wel veel horeca in Papendrecht, toch? Best wel concurrentie. Dus, nou goed, concurrentie. Het zijn allemaal collega's, ja. Zeg ik altijd een beetje. Ja. Mensen kiezen zelf waar ze graag naartoe gaan. En dat is een eigen keuze. Dat, ja. Want ik zie dat je best wel gevarieerd aanbod hebt. Je hebt een, hoe noem je dat? Dat je kan biljarten, er is muziek, je hebt live muziek dingen, je kan hier goed eten. Ja, dat klopt. Ik ben begonnen met deze zaak omdat ik eigenlijk een gemis in Papendrecht had qua uitgaan. Er zijn een aantal lokale cafés zijn er toen de tijd gesloten. En wat ik zelf eigenlijk op de rit wilde zetten is eigenlijk een uitgaansgelegenheid waar je ook wat lekker kan eten. He, dus geen café, ook geen restaurant, maar eigenlijk daartussenin een Grand Café. Een Grand Café. Ja. En hoeveel personeel heb je in dienst? Dat is ook wel een hele club, geloof ik. Is het totale tijd zijn we met een team van 9 personen. Oh, dat is best wel ook flink. Ja. Maar ik had nog een vraagje, want ben je ooit in loondienst geweest zelf? Ooit in loondienst? Ooit? Ja, ooit ben ik in loondienst geweest. Ik ben begonnen als jong in de horeca, dat heb ik 7 jaar gedaan. Ja. En daarna heb ik een heel andere carrière gehad. Ja. Heb ik lang in de scheepvaart gewerkt. Ja. En mijn passie is altijd koken geweest. Mm-hmm. Dat, ook in de tijd van de scheepvaart dat ik met grote werken bezig was. Ja. En dan ben je heel veel aan het nadenken voor iedereen en oplossingen zoeken. En ik vond dan altijd mijn afleiding in koken. Ja. En dat, nu kan ik dat wel mee. Ja. Want ik begrijp dat ondanks al je personeel dat je geregeld zelf ook achter de pannen staat. Ik sta heel veel zelf in de keuken. Ja, ik vind dat heel leuk. Ja. En luister, we zijn ooit een keer begonnen met een stukje dikbel op de kaart. Mm-hmm. En dat is een geweldig biefstuk. En, ja, ik ben dat zelf in de keuken gaan opzetten. Mm-hmm. Een bepaalde manier van bakken. Ja. En de overigen die hadden nog eens een keer van, nou laat die maar bakken. Want een beetje angst dat hij niet goed uit de keuken kwam. En uiteindelijk is dat gewoon ons paradepaadje geworden. En toch wel een beetje bekend in Papendrecht geworden. Ja. Want mensen komen zelfs van buiten om hier Die komen uit de wijde omgeving. Oh, goed. Ik heb er zelfs gasten bij die zeggen, ik heb een probleem, als ik hem ergens anders gaat eten, dan ben ik het niet zo lekker meer. Dat is natuurlijk het mooiste compliment wat je kunt krijgen. Je hebt het jezelf wel aangeleerd, want je hebt niet een opleiding als chef-kok gehad of niet, zo. Niet als opleiding als kok, maar ik heb wel in een horecagelegenheid gewerkt. Dat is ook hier bekend in Papendrecht, dat is tegenwoordig is het een wokcentrum, waar we vroeger de Mermaid in Papendrecht, bowlingcentrum, daar hadden we ook een restaurant. Ah, ja. En daar waren er ook diverse koks aanwezig, waar je natuurlijk heel veel van geleerd hebt, dat neem je allemaal mee. Ja. Buffetten. En we hadden daar ook bruiloftenpartijen en al dat soort dingen. Dus gevarieerde opleiding toen de tijd. En je bent ook stage leerbedrijf, heb je? Sinds een jaar zijn we ook leerbedrijf in Papendrecht. Ik heb daar mijn leermeester voor gehaald. Mm-hmm. En we hebben ook mensen hier ook in dienst die BBL-opleiding doen. Ja. En dus dat houdt in 1 dag naar school in de week en 4 dagen werken. Mm-hmm. En eigenlijk. Ja, ik ben dit eigenlijk erbij gedoen voor die mensen, omdat die al bij me werkten. Ja. En je krijgt ook een jongere ploeg krijg je erbij. En het is ook weer als stage, de rest is het weer leuk. Mm. Personeel in de horeca is tegenwoordig best wel moeilijk om een leuke ploeg bij elkaar te krijgen. Ja. En gelukkig lukt dat wel tot op heden toe. En het is weer een extra mogelijkheid en het is weer een stukje aanvulling voor de hele zaak. Ja. En merk je nou dat mensen, eerst hebben we natuurlijk de coronaperiode gehad. Dus je zegt net, je hebt 4 keer achter elkaar, nou, dat is hartstikke knap, midden in de coronatijd. Merk je nou nu weer met die energietoestanden dat je publiek anders is? Ja, je merkt het wel. Want kijk, in de coronatijd zijn we 11 maanden dicht geweest in 2 jaar tijd. Ja. Je mist op een maand na een jaar omzet. Nou, dat is natuurlijk best wel een aanslag op je werkbudget. Mm-hmm. En wat je nu eigenlijk krijgt, vind ik eigenlijk best wel verontrustender. Want vroeger... als de coronatijd voorbij was, dan konden de mensen weer komen. En nu hebben de mensen gewoon minder geld om te besteden. Ja. Boodschappen zijn 20-30% duurder geworden. Energiekosten zijn hoog. Iedereen zit aan afwachting op zijn eindrekening te wachten. Mm-hmm. Ja, en dan gaat men toch een beetje bezuinig op uitgaan. En dat merken we. Ja, ja. Maar merk je dat mensen nog wel komen, maar iets minder uitgeven? Of merk je dat ze gewoon niet meer komen? Het is eigenlijk een beetje een combi daarvan. Ja. In de weekenden zien we nog wel regelmatig mensen komen.
Ja. En er is toch ook wel wat drukker. En, maar goed, door de week merk je dat het wat rustiger is. Hè. Dan we zoeken weer naar wat varianten. Mm-hmm. We hebben onder andere weer een paar maanden geleden zijn begonnen met de pot. Dat houdt in, op een dinsdag, woensdag, donderdag koken we eigenlijk Hollandse gerechten. Haché, oma's stoofpotje. Mm-hmm. Gewoon lekkere dingen. En dan kunnen de mensen van 9,5 euro per persoon kunnen ze mee eten. En ook dan degenen die wat minder te besteden hebben, die kunnen dan toch nog eens een keer een avondje uitgaan. En tegen een kleine budgetje. Ja. Ja, ja. Dus op die manier speel je een beetje op de actualiteit in. Ja. Niet alleen dat, maar we hebben natuurlijk ook thema-avonden. Die hebben we regelmatig. 11 februari afstaande hebben we weer op zijn Hollands. Ja. En dan hebben we 4 bekende artiesten staan. En dan, we hebben vorige week hebben we een jam sessie gehad. Ja. Dus een organisatie met apparatuur. En iedereen die goed gitaar kan spelen, trompet al. Die mogen dan laten zien wat ze kunnen. En het was gewoon een hele geweldige avond. Ja, superleuk. Ja. En heb je nog advies voor mensen die misschien... want ik hoor wel dat je heel... je bent heel passievol. Mensen die nog twijfelen of als in loondienst de overstap moeten maken naar zelfstandig ondernemen. Heb je nog advies voor hen? Want heb je ooit spijt gehad van dat je voor jezelf bent begonnen? Nee, maar dat is iets wat groeit. Je, op een gegeven moment begin je ergens. En je wordt nog steeds... De stof, maakt niet uit wat je doet, in welk factor het ook is, word je steeds meer eigen. En op een gegeven moment, als dat wat meer eigen wordt, is het ook wat makkelijker om leiding te geven aan anderen. En dan geleidelijk aangaat die stap. En ook het zelfstandig ondernemer worden, je zal natuurlijk ook weer een klein beetje geld moeten hebben om te kunnen investeren. Ja, natuurlijk. Ja. En dat is ook niet voor iedereen weggelegd. Ja. En er zijn ook mensen bij mij natuurlijk die het in zich hebben. En er zijn er ook bij die de capaciteiten niet hebben. Goed. En voor je het... Ondanks al je ervaring toch nog een spannende stap om voor dat leermeesterschap te gaan? Had je iets van nou appeltje eitje? Dat nee, doe ik, zo. Dat ik heb voor mezelf altijd ervaren, iets wat je leuk vindt, daar kan je goed in worden. En als het je interesseert, is het ook heel makkelijk om tot je te nemen. Iets wat je niet interesseert, dat is heel moeilijk. Ja. Dus gewoon doen waar je goed in bent en daarin accelereren. Bijvoorbeeld, ja. Kijk, en omdat ik natuurlijk in deze branche werkzaam ben, het als een stukje aanvulling voor de zaak vindt. Dan ben je ook gemotiveerd om dat stukje en je bent gewoon geïnteresseerd in de stof, wat er allemaal bij komt kijken, want dat gaat daarna ook verder. Ja, en als je dan die stof tot je krijgt, dan is het eigenlijk, eigenlijk spelende wijs leert dan. Dus ja. Oké, nou super bedankt. Ja, dat graag gedaan. Weer.